Vandaag is het... Donderdag. 2020. En morgen deze. Maar... Het is... Lente. En het is... Bijna 10. Nee, niet. Dus laten we nog op bed gaan. En wat voor weer werd het? Zon. Nee. Zon. Peetje. Nu weet ik niet, maar gaat mama samen doen? Gooi het einde maar in. Mag je ook nog harder? Nee, dat gaat wel hard genoeg. Wat is dat werkje? Moet er een beetje zout over? Ja, zout vind ik niet lekker. Zout. Ja, zo gaat het goed. Moet er ook een beetje kaas over of dat niet? Lekker. Een beetje kaas hier zo. Hoi, leuk dat jij deze video. Ik ben Lisa en ik neem jullie allemaal mee. In een dag in het leven, misschien in de dag niet van hoe we het zullen hebben. Want het is nu al 2 uur. Ik heb vanochtend thuis schooltje gedaan, een heleboel. En ik moet zeggen, het viel weer zwaar tegen. Ik had het eind vorige week echt dat iedereen in een ritme zaten. Maar nu is het natuurlijk woensdag, of nee, het is donderdag. En ik had ook een aantal dagen flink gewerkt. En ik zijn gisteren einde van de dag teruggekomen. En eigenlijk alleen maar eten, douchen en de bed. En vanochtend natuurlijk weer bij mij de routine. Dan merk je toch dat het anders is dan de routine die ze bij mijn vader hadden, blijkbaar. Want het was nogal pittig. Maar ik zit nu dus ook gewoon Pieter Konijn te kijken, want hij geeft op. Ik heb echt zoiets van... Ja, het gaat hem gewoon niet worden. Ze heeft wel de werkjes allemaal af voor deze week al. En ze heeft het morgen ook nog. En Loon heeft al zijn huiswerk af. En zei dat hij Zoom en Cloudwise, dus de online programmaatjes, net even wat korter heeft gedaan. En het is allebei 10 minuten heeft gedaan in plaats van 20 minuten. Goed, hij heeft wel al 20 minuten gelezen, dus ze biedt en hij is nu lekker aan het knutselen. En dan even gefacetimed. En ik ga nu even proberen wat werk op de computer te doen. Ik hoop dat het werkt. En dan wil ik eigenlijk een half uurtje met ze naar buiten toe. Want het is prachtig weer vandaag. Dus misschien even een beetje fietsen, steppen, bergblazen, dat soort dingetjes. Even lucht. En dan moet ik nog steeds stofzuigen en alles. Maar goed, hè. Komt tijd om me laten. Ik zag ergens een... ik geloof dat een Instagram post was voorbij komen dat we eigenlijk ons niet druk moesten maken over dat de kinderen nu educatie tekort zouden komen of achter zouden raken op schoollessen. Dat het allemaal 4 weken is na de make of break. Ik heb het al eerder ergens gelezen, maar nu was het echt zo van. Maar onthoud ook dat wat wel make of break is, is de emotionele staat van je kinderen. Het is voor hun ook spannend. Ze maken ook allerlei gekke dingen mee nu. Hoe hun er mentaal mee omgaan en hoe ze jou er mentaal mee zien omgaan. Is van belang voor later. Als je nu ziet dat jij helemaal aan het dagstressen bent, dan gaan hun zelf ook stressen en ze hebben misschien al een beetje stress. Dus geef ze kopingsmechanismen mee in plaats van educatie. Dus ze zijn lekker aan het knutselen. Dat is ook een vorm van ontspanning. Hè? Via je hoofd verzetten. Dus. Nou, dat doet u daar. Open it.
Dat geeft niet hoor. Wow, Boris, kijk eens. Maar dit zien hoor. Wat zag je niet? Dat is een handstand. Ja, Logan, die laat ik die allemaal trucjes zien. Die is met zijn handstand bezig. Moet je kijken hoe goed die was, echt goed man. Lekker bezig, ventje. Hoe deed je dat nou vanmiddag? Toen zei ik high five, wat deed je toen? Handstand, high five. Nee. Ik ga jou een high five geven, deed je? Too slow, toch? Ja. En die kijk, high five. En dan deed hij, too slow. Ik word echt groot ventje. Het is zomer en poe, wat is het warm. Tijd voor een verfrissende duik. Boris steekt het opblaasbadje de tuin in en begint te blazen. Boris wordt er helemaal duizelig van. Het lijkt alsof ik 100 koprollen heb gedaan, denkt hij. Welke letter is dit, koprolletje? Van? De